gebeurt hier nou, hè? Hoi! Oh! En ik denk ervan, wow, ik ga veel van. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Hoe heb jij geslapen? Heerlijk. Ja, hoe heb jij geslapen? Heerlijk. Mooi. We missen alleen twee. Huh? Hey! Hallo! Waren jullie opgesloten? Zo! Hey, ik zie voor het eerst het uitzicht. Ja, het is echt nice buiten. Het is echt heel mooi buiten. Niet normaal. Myron die had ze opgesloten buiten. Holy shit. Ik zie nu voor het eerst keer. Ik zie nu voor de... Ik zie nu serieus voor de eerste keer dit uitzicht. Wow! Wat ik hoor is gewoon water. Oh my god, wat ik hoor is serieus gewoon water, dames en heren. Kijk dit uitzicht. En hier is allemaal water. Maar dit is echt ziek. Dit is echt super mooi. Jeetje mina. Kijk, hier zijn we gisteren omhoog gekomen. Via dit paadje zo. Tjoep, 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 tjoep. Net als deze auto. En daar is de dal. Daar komen we helemaal vandaan, daar beneden. Jeetje, dit is echt heel erg mooi. Ik heb echt heerlijk geslapen. Te kort, moet ik wel zeggen. Ik wou dat het veel langer was. Maar we gaan om 8 uur ontbijten. En dan ben ik er om 8 uur, dus we hebben nog 3 minuutjes, geloof ik. Dus we gaan snel naar de ontbijtzaal. Hey gast, wat ben je nou aan het doen? Mag ik erin? Myron? Hey, dankjewel Myron. Lekker. Ja, ze gaat je opsluiten buiten, dan ga je haar laten bedanken dat ze even opsluit buiten. Hey, wat, opsluiten. Nee, maar ze deed heel snel open, want heb jij een mooi snorretje. Dankjewel. Jij belde mij gisteren. Ja, maar ik had geen tijd meer. En jij vroeg van, hey, Enzo en Noël, moet ik mijn snor scheren of laten staan? En Noël en ik zeiden meteen scheren. En nu heeft hij hem laten staan. Ja, ik had dan nog geen tijd, jongen. Het is ook zoveel haar dat ik al daar mee bezig ben. Ik vind het wel geniaal. Ja? Ja, ik vind het geniaal. Oké, cool. We gaan eventjes lekker omheen. Gloednieuw uit de verpakking. Ik heb de tag er net even afgehaald. Ik heb de verpakking er afgehaald. Alle kleine knolbouwen logootjes. Hoppakee. Shirtje van de dag. Achterkant. Hoppakee. Super nice. Oh, lekker smikkelen. Iedereen goed geslapen? Ja? 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 Lekker. Dat is van Halo. Ja. We hebben ons allemaal omgekleed. En we gaan meteen de allereerste activiteit doen waar ik ook heel erg veel zin in heb. Dus dit wordt een mooi begin. Myron, ja. Komt dit geluidje bekend voor? Er zijn de koeien weer. Echt veel ook, hè? Ja, echt veel hoor. Alle koeienbellen, die zijn weer aan het rinkelen. Omdat ze allemaal aan het grazen zijn. Oi, oi, oi. En als er iemand snel uitziet vandaag... That's me, baby. Oké, hier staan dan de koeien. Lekker te grazen. Het is niet het beste weer. Wat we hebben op dit moment. Maar dat maakt niet zoveel uit. We gaan ervoor. We gaan hier even kleding fixen. Helmpje, fiets, bescherming. Ook heel erg belangrijk. Dan gaan we wel even zien hoe het gaat. Ik hoop dat het in ieder geval goed afloopt. Wie is er bang? Nee, serieus, maar dat maakt niet uit. Ja, vind je het spannend? Nee. Wel een beetje spannend. Het gaat goed komen. Kijk, we hebben hier alle protectie, dames en heren, die we aankrijgen. Dus we hebben mooie jekjes hier zo. Kijk.
En we hebben een helm die helemaal om je hoofd heen zit. En we hebben gewoon hele vet fietsen. Je hebt niet per se zelf alle spullen nodig om te gaan downhill mountainbiken. Een winkeltje als dit heeft gewoon letterlijk echt alles. Dus je kan gewoon een fiets huren, helm, bescherming. En je hebt het nodig. Bescherming is super belangrijk. En zojuist is mij verteld dat er sowieso iemand onderuit gaat. Omdat het vochtig is en een beetje heeft geregend. Dus het is gladjes. Dus we gaan waarschijnlijk wel wat valpartijen zien. Ik krijg een mooie fiets mee. Precies. Hier staan ze, dames en heren. Nou, dames en heren, dit is mijn fiets. Oké, zoals jullie kunnen zien, ik heb mijn helm op, ik heb mijn hele outfit aan. Ik heb hier een cameraatje, dus alles wordt lekker gefilmd. Ik ga mijn tas en mijn vlogcamera hier achter de balie laten. En dan gaan we met de lift omhoog, duurt 12 minuutjes. En dan gaan we knallen. Tenminste, dat is de bedoeling. Hij gaat even de bike controleren of alles goed is. Nice. Do you want to do the check also with her? Yeah, I do it on the Because bike. I like her a little bit. Okay. So if she is heel aan het einde van de rit, then that's nice. Het zal het zijn, hè? Gaat hij alleen mijn fiets checken. De rest gaat gewoon naar boven. Oeh. Nou, je hebt een hele erge vering. Hey, maar tip. Doe hem in je schoen. Ik denk in mijn sok zelf. Ja, in je sok, hè? Beter. Yeah. Oké, okay, de skipassen, of skipassen. Ja, de liftpassen die zitten onder de sok. Dus in de schoen. Wij hebben ze allebei in de sok. Alle fietsen zijn gecontroleerd. En we zijn er klaar voor. Ik moet echt wennen aan die vering. Ja? Ja, zo'n zieke vering. Je hebt nog nooit zo'n goede fiets gehad? Nee, ik heb nog nooit zo'n zachte vering gehad. Ik heb echt een hele goede fiets thuis, zo'n ATP fiets. Doe die vering eens dan. Zo! Ziek hoor. Hé, waar kan het zitten? Later! Doei! Hoppa! Oké. Daniel klapt dat ding alweer naar beneden. Ze zaten nog niet eens. Daniel deed al zo. Bam! Even wachten op stoeltjeslift. Ik denk dat hij dat is. Oh, ik wil niet. Ja. Oh, nice one! Oh, it's wet! Yes, sure it is! Is hij nat? Oké, dames en heren, we zijn er bijna. De fietsen staan al klaar. Het is mistig hier. En het is heel erg mistig. We zitten gewoon in een wolk. Oh, ik heb er zoveel zin in. Volgens mij is Noël zenuwachtig. Ik denk Thijs ook. Ja? We gaan het eens vragen. Oké, even een vraagje. Wie is er zenuwachtig? Ik ken geen zenuwen, maar het stinkt je wel naar Daniel zijn scheet van net. En Noël, ben jij zenuwachtig? Hout, hè? Zag je dat hout, die bocht. Je bent wel een beetje zenuwachtig dus. En Daniel, jij? Nee. Nee, Daniel niet. Oké, who's gonna die today? Not me. That's not good. Take it easy on the brakes. Let's have a go. Ja! Hey, even yeehaw zeggen jongens. Yeehaw! Daniel, doe rustig, hè? Ah, ja. Hey, wat gebeurt hier nou, hè? Wie is dit? Thijs! Thijs, wat doe je? I was going way too fast. Wat doen jullie dit? Hey, maak niet uit, Thijs. Waar, yo? Zag je mij gaan? Hè? Ja. Erop staan. Hey, maar één ding. We lachen je niet uit. Nee. Want dit is moeilijk. Ja, dit is echt moeilijk. Dit is echt moeilijk. Dus het maakt niet uit. Je kan het. Denk aan die positie. Ja. En denk goed aan je achterrem. Je kan beter zachtjes gaan. Je kan dan beter met deze hard remmen. Nee, dat is je voorrem, gast. Nee, ik pak ook deze. Oké, dat is goed. Okay. Ja, je kan beste allebei, maar niet heel hard je voorrem. Allebei? Ja, allebei. Ik rem met allebei. Oké.
Lekker thuis! En door, door! Mijn bal! Wat doe je? Ik krijg die bochten niet mee. Nee, dat komt omdat je bang bent in de bocht, omdat je denkt je gaat glijden. Maar yeah. Dit zijn speciale mountainbike fietsen met veel profiel. Yeah. Dus je hebt best wel veel grip. Oké. Okay. Ja? Ik moet gewoon die bocht inkijken. Ja, ja, je moet gewoon de bocht een beetje inkijken. Je moet niet kijken naar beneden, naar de track, zeg maar. Je moet niet de hele tijd zo naar beneden kijken. Je moet naar voren kijken waar je heen wil. Oké. Okay. En dan gaat het veel beter. Oké, okay. Let's do this. Ja? Ik heb zoveel pijn aan mijn ballen. My balls are going crazy right now. I'm sorry to my future kids. If they look a little bit different. Je moet wel remmen, hè? Oh, maar deze ging wel goed, man, eerlijk. Ja, ja, ja. Ik ging kijken naar die road, die ging ineens crazy. Oké, okay, let's go. Kom maar, hier, kijk naar mij. Look forward slowly. Hey, ik keek naar jou. I looked at him. But I just slipped. Hey, pas op hoor, komen mensen aan. Thijs, wat ben je aan het doen? Hoe voel ik dit? Het is net alsof ik gedronken heb. I'm not drunk, I promise. I'm not drunk, I promise. Look at it, if you... En je gaat nu... Yes! Het is glad hoor. Kom op Thijs. Bijna, dit ging al beter hè. Ja, yeah, pretty close. Het was better than the first time. Exactly. Maar het is moeilijk, hè? Ja, het is echt moeilijk te doen, ja. Maar weet je waarom ik het leuk vind om altijd zoveel mogelijk sporten te doen? Omdat als je op YouTube kijkt of wat dan ook, dan denk je vaak van, oh, sick, oké, vet, misschien kan ik dat ook wel. Ja. Maar als je dan uiteindelijk die sport gaat beoefenen, dan krijg je zoveel respect ervoor. Ja, dus nu heb jij gelijk zo van, die downhill mountainbikers zijn crazy. Ik zie jullie allemaal zo gaan. Ik denk, kut, ik ben tweede, weet je wel. Lekker Thijs. Woo! Blijf kijken waar je heen wil, hè. Thijs heeft echt blauwe ballen. Ik zou een tok aan moeten doen, man. Zijn tok. Oké, Thijs gaat even les krijgen van Thomas. Wij gaan met z'n vijven. Gaan we gewoon lekker fietsen en dan zien we Thijs later weer. Hey Thijs. Let's go. You can do it, bro. Heel succes. Zet hem op, hè. Kom daar terug, hè, met gekke skills. Yes. Let's go. Oké, let's go. Wow, dat ging nog maar net goed. Oh my god. Bijna een crash. Echt? Bijna een crash. Van wie? Van Noël op Daniel. Ja? Ja. Zo dicht op jou. Ik kon niet meer, zeg maar... Als ik achter jou was gebleven, was ik achterop je geknald. Dus bijna een crash. Ja, ik ging ook elke keer te snel, dus ik moest remmen op dat hele rechte stuk naar beneden. Ik ging te hard. Ik moest over het gras, anders was ik op je geknald. Ik neem even wat ruimte. Ja, neem maar de ruimte, dat is goed. Oh.
Lekker hoor. Springen. Woo, let's go. Voor de bocht remmen, in de bocht laten glijden. Lekker Noël. Woo! Wat ben je allemaal aan het doen? Noël! Wat ben je aan het doen? Oh, kijk eens waar we naar beneden gaan. Woehoe! So much cow shit. Oh my god, cow shit. Zag je niet al die vlerken liggen? Ik kreeg allemaal poep omhoog gespetterd. Lekker man. Zij ging zo door zo'n fly, ik zag echt zo'n bruine spetsel. Ik heb ook een spetsel. Ik kreeg al die shit ja. Ja joh, je ziet er echt heel sportief uit. Lekker hoor. Hé, hey, maar Marvin, hij is helemaal verbaasd over jouw skills. Ja, dat klopt. Hij kijkt elke keer achteruit en dan dacht hij, ah shit. En dan gaat hij weer harder en dan probeer ik hem bij te houden. Pas wel op, hè? Ja. Wel. Pippi langs. Kijk, die basic bochtjes moet ik gewoon even leren. Oké. You ready? Yes. Hoi! Oh! Oeh! Gaat ie? Gaat ie? Oh, ik moest vol de rem. Ja, gaat ie? Ja. Ja, je schrok al van Daniel. Ja, want ik moest remmen. Heel even rustig. Ik kon daar niet uitwerken. Nee. Allebei even rustig uitademen. I'm okay. Good? Ja, yeah, but I'm worrying if he's good. Gaat het? He fell down the wooden platform. Gaat het? A little bit my back. Ribben gekneusd? Nee. Can you breathe? Ja. Ja, weet je wat er gebeurde, dames en heren? Dit hout is zo ontzettend glad. Een heel klein beetje voep. Ja, heel klein beetje remmen. Daardoor gingen we onderuit, ja, hè? Ja, ik remde. Je kan het zien hier. Kijk, je ziet hier het spoor van mijn rem. Oh ja. Hier remde ik. Ja, hier remde je. En toen... Gelijk. Ik voelde gelijk voep zo mijn fiets wegslippen. Ja, Daniel viel. En omdat Daniel viel, schrok Noël. Die ging ook als schrikreactie op de rem. En die viel hier naar en die viel serieus hier naar beneden zo. Pof. Kijk, je serieus? Van hier naar 2 meter naar beneden. Naar hier. Dat was echt... Je ziet daar zelfs gezichtsafdrukking. Niet normaal. Oh. Gaat die gast? Even bijkomen. En je hebt hier ook allemaal koeien vlaaien, ja, zoals je ziet. Als ik daar nog... Ja, joh. Gaat het? Ja, echt heel voorzichtig remmen. Hoe ervaarde jij dat dan, dat hout? Prima. Ja, ik deed gewoon een klein remmetje voor die bocht. Maar deed je met je voorrem of je achter? Ja, achter? Ja, maar ik denk dat je daar sowieso voor en achter een beetje tegelijk moet gebruiken. Ja, ik denk dat je nu in deze weersomstandigheden dat je moet remmen voor de bocht. Ja, sowieso altijd remmen voor de bocht. Ja, en dan daarna uit laten glijden. Ja. Je moet niet remmen op het hout. Nee. Gewoon niet remmen op het hout. Ja, gaat hij nog wel? Ja, ik denk dat ik dit stuk gewoon even loop. Ja, serieus? Ja. Anders dan ga je gewoon remmend naar beneden. Ja, ik denk dat ik dat doe. Gewoon even... Zal ik gewoon voor jou gaan deze keer? Dan ga je gewoon even remmen naar beneden, gewoon heel zachtjes. Oeh.
Hoppa. Zo, dat is echt wennen. Ja. Dit is wel echt, ik moet zeggen, wel echt voor de experience fietsen hoor. Dit raad ik niet elke normale fietser aan. Nee, dat zie je ook bij Thijs. Ja. Ik bedoel, Noël lukt het net wel en Thijs net niet. Kijk deze koeien chillen, mensen. Hoe zie ik eruit? Ja, lekker. Ja, lekker, ben ik ook helemaal onder de blubba? Ja. Oké, wat ik nu heb gedaan is, ik ben de hele tijd achteraan gebleven. Op het begin natuurlijk even bij Thijs. Ik probeerde hem ook zelfvertrouwen te geven. Tuurlijk heb ik gelachen. Maar ja, wie kan er nou arme niet om lachen? Thijs. Arme Thijs. Maar ik heb hem echt ook geprobeerd even te motiveren en te zeggen van een paar tips van de bocht inkijken. Je kan ook gewoon heel veel blijven remmen, zodat je gewoon zachtjes gaat. En focus. En vooral niet bang zijn. Dat is het heel erg. En ik merkte dat ook een beetje bij Noël op het begin. Dat als je dan bang was, dat je dan bijvoorbeeld het gras opzocht aan de zijkant of zo. Maar het is ook best wel pittig dit. Voor de eerste keer, laten we eerlijk zijn. Wij hebben natuurlijk in Winterberg downhill mountainbike toen gedaan. En daar was het super mooi weer. Het was droog. De banen waren perfect. Ja. Je had geen hobbeltje, niks. Het waren super mooie paadjes. Kijk, dan kan je gewoon vol gas. Dan kan je lekker springen. Dan kan je gek doen. Maar hier, gewoon super gefocust. Je gaat eigenlijk veel te snel kijken naar de stenen die uitsteken, naar alle blubber. Je voelt je band heen en weer gaan. Je denkt, oh. En zo ga je de hele tijd gewoon jezelf angst aanpraten. Terwijl als je gewoon gefocust blijft en je fiets net als normaal, maar ietsjes meer terughoudend en je past een beetje op met die remmen. Dan, ik bedoel, ik wil zeker niet zeggen, ook met de dingen die ik nu zeg, dat ik professioneel mountainbiker of downhill mountainbiker ben. Maar naar mijn ervaring zijn dat wel een beetje de dingen waar je rekening mee kan houden. Daniel, die gaat sowieso in ieder geval spierpijn krijgen morgen. Ja, ik denk Noël ook wel. Noël, los van dat je bent gevallen, je doet het super sick hoor. Thanks. Voor de eerste keer. En ook respect dat je gewoon in het liftje zit naar boven. Ja, het is fucking moeilijk. Ja, maar je doet het wel. Ja, maar je ziet van die filmpjes inderdaad en dan zo lekker makkelijk. Zo denk je, doe je wel. Zo een beetje de bocht in kijken. Maar ja, het is echt wel. Mijn wiel, man. Maakt niet uit. Nou, ik hoop dat we wel Thijs nog even zien. Dat zou nice zijn. Thijs heeft even 1-op-1 training. En als jij uiteindelijk met ons mee kan gaan, dan zou dat echt super tof zijn. Maar we meeten elkaar straks weer. Maar nu ga ik niet meer achteraan. Ik ga even achter Myron. Oh, leuk. Ja, dus dan gaat de instructeur voor. Dan jij, dan ik. Noël. Nee, want ik vind jij fijn om overzicht te hebben van inderdaad, ik merk dat Noël het niet chill vindt als iemand achter hem zit, want dan heeft hij het gevoel dat iemand op hem kan klappen. Okay. Dus dan Daniel, dan achteraan je Noël. Je viel net ook door mij. Oké, gaat goed komen, dames en heren. Nog even 10 minuutjes in de lift en dan zijn we boven. Kijk deze border collie, kijk hoe blij die is. Hij is zo blij. Kijk hoe blij die is dat hij mag rennen. Oei, yo. Weet je wat ook leuk is in die honden? Hij kijkt je de hele tijd, hij kijkt wat je doet. Ja. Je ziet hem de hele tijd omdraaien. Van. Ja, kijk dan. Het voelt ook dat hij gewoon blijft fietsen. Echt ziek. Oké, we gaan nieuwe batterijtjes erin doen en dan gaan we weer. Let's go. Niet te gek doen, hè, Daniel. Hoppa! There we go! Nice! Precies een spetter op het midden van de camera. Echt? Ik precies met mijn voet door de plas. Kijk dan. Oh, lekkere bruine geleisok. Lekker hoor. Just the front side, hè? Ja. Hey schat! Oh, wow, yo, gek! Rustig! Ja, we stonden hier net ook. Ja, maar hij ging rechtdoor en ik. Oh, yo! Ik schrok van jou. En dan redde jij nog maar net, Myron. Ja, het slipt een beetje. Oh my god. Ja.
Woe! Gaan we weer door de shit heen. Hout. Dit wilde Myron de eerste keer ook al, maar we gaan het nu doen, de tweede keer. Gingen we over de weg. Ja, maar nu gaan we hier. Nice! Nou, daar gaan ze hoor. Nice! Yes. Nice! Hoppa! Really nice! Echt heel nice! Lekker hoor! Heerlijk! Ja, ik vind het echt leuk! Gewoon met de boys mee? Yeah! Oké, Thijs die heeft even les gehad. Tijdens de les ben je nog één keer gevallen? Ja, één keertje. Eén keertje. Dat valt nog wel mee. Dat valt nog wel mee. Ja. Maar je hebt in ieder geval de basisdingen geleerd. Ja. En de volgende keer gaan we gewoon rocken. Dus voor nu, Thijs die gaat naar het huisje zich omkleden, opfrissen. Wij gaan nog even één of twee keer naar beneden, wordt echt super vet. You got this, man. Maar ik vond het Do it for sick. Me, man. Ja, ik heb het zo onderschat. Jullie zijn crazy, echt respect. Sick, man. Komt goed, check je zo, ja? Yo! Oké. Gaan we de fiets weer inleveren bij de lift. Dan ga ik even mijn voeten tegenaan doen voor de scan. Hoppa. Oké, we zitten in de lift. Als je stil bent dan... hoor je de bellen inderdaad weer van de koeien. Dat wilde je niet doen. Super nice dit, echt heel nice. Maar hey, dames en heren, daar gaan we. Dat is een jump. Ik ga jou nu lekker filmen. Oh. Hoppakee! Hoppa! Eén bochtje ging niet helemaal goed. Nee. Maar de rest was lekker. Ik vind het lastig, want ik kijk tegen die GoPro aan. Vind je het lastig? Ja. Moet je onderdoor kijken. Nice! Nice one! Yours was fucking amazing, man! We're standing up there. Is he sending it? Yeah, man, he's actually sending it! Like, he jumps all the way over. Ja, nog even bijtrappen. Man. Weet je hoe cool het is dat zij zo hyped zijn? Ja, dat is echt leuk. Perfect. Nice. Ah, yeah.
Woo! Zo, dit is wel spannend hoor, dames en heren. Dit is alleen maar hout hier. Het is wel heel vet. Oh, je moet het niet spannend vinden. Nice. Nice. Hoppa. Yes. Nice one. Hoppakee. We hebben gewoon het houten stuk gedaan. Yay. Heel tof. Dat is echt mooi ook hoor. Ja, het is heel mooi. Het is echt gaaf. Mijn bochten zijn nog een beetje slecht, hè? Soms wel, ja. Ja. Oké, wat hier aan de hand is, er zijn serieus koeien met op de baan. Mini-kalfjes. Met kalfjes, ja. Super schattig. Daniel en Noël die gaan als eerst, zodat ze daar verderop kunnen filmen. Maar kijk, je ziet het ook gewoon. Je ziet daar helemaal achter, zie je gewoon allemaal koeien en kalfjes hier gewoon op de trek staan. Het is echt super schattig. Oh my god! You saw them? Wow, check dit dan! Oh my god. Hij zit gewoon een touw op te eten van het paaltje. Kijk hem. Hij eet gewoon de touw. Dit is echt ziek, mensen. Ik ben gewoon aan het fietsen. Daar staat de koe. Hier staat de koe. Niet normaal. Hier weer een koe. Hallo. Hallo. Cool. And see you soon, nice. Guys. Thank you very much. Yeah, thanks for the day. Zo, dan gaan we hier nog even naar deze plek om alles schoon te maken. De kniebescherming, de fietsen, mijn schoenen. Ja, nice. Oh god! Oh, en Marvin zit er weer tussenin. Hij gilt altijd als een meisje. Dames en heren, dit was zo ongelofelijk awesome! Niet normaal, echt waar. Ik heb zo erg genoten. Holy moly. Wauw, heerlijk opgefrist. En ja, uitzicht is nog steeds verbazingwekkend waanzinnig. Is niet te geloven. Hoe voel je het mountainbiken? Downhill mountainbiken? Nou, vet. Niet normaal, hè? Eerste keer ook. Oh, oh, oh. Ik vond het echt heel dik. Zo. Ja, ik denk wel dat ik heel veel pijn heb gehad. Het was echt ziek lijf. Ja, het was makkelijk, hè? Voor de eerste keer. Ja, dit uitzicht is niet normaal, hè?
Thijs vond het heel makkelijk, zei hij. Ik vond wel meevallen. Jullie een beetje overschat, maar in principe als je gewoon zeg maar naar stuur gewoon de hele tijd meebeweegt, dan kan je makkelijk die bocht pakken. In principe, het viel allemaal mee. Ja, het is lekker gevallen, man. Nee, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie morgen je bed uitstappen. Daniel en Noël. Ik voel nu al. Vooral Daniel, echt respect. Of ik bedoel Noël, echt respect. Ik dacht je stond meteen weer, even strekken zo. Ja, niet normaal. We gaan lekker smikkelen. En smullen! Ik dacht echt dat ik die afgrond in ging. Het was echt ziek. Je hoorde ook echt zo. Ja, je hoorde zo jou vallen. Als je naar beneden gaat en je achterbal gaat naar links en dan kun je die afgrond in. Je zag die jongen zo. Ik dacht eerst dat ik een koeienvlaag heb. Oké, weet je wat? Zullen we nog één keer even in slow motion laten zien? Sport, maar hey, nu ook gewoon in deze periode heb ik keizersmarren besteld. En ik had heel erg veel trek, dus ik heb al best wel wat opgegeten. Maar jullie weten het, keizersmarren, mijn lievelingsgerecht. Super lekker. Als ik het ergens kan bestellen, dan bestel ik het. En dan eigenlijk altijd gewoon voor de rest van mijn verblijf, elke dag dat ik er ben. Dus de aankomende dagen zullen jullie waarschijnlijk nog veel keizersmarren zien. Moet je al die koeien weer horen, joh. Het zijn er nu echt veel, hoor, die hier staan. Een beetje, maar nu staan ze allemaal hier inderdaad. En zo net was ook gewoon zo'n koe op dat touw aan het bijten. Ja, die was de hele tijd aan het kouwen op zo'n touw. Maar ja, ze klingelen, hoe zeg je dat, met z'n allen lekker bij elkaar. En wat we nu gaan doen is het volgende. En ik ben heel erg benieuwd of er iemand gaat crashen of dat dit allemaal goed gaat. En als er iemand gaat crashen, of dat dan Daniel is of Noël. Of gewoon niemand. Hoezo Daniel of Noël? Ik mezelf aanwijs op de achtergrond, maar mijn naam noemt hij niet. Misschien crash jij dan? Ik wil ook weer een helm op, of niet? Ja, maar zo'n kleine. Kleine helm? Kleine helm. Kleine helm. Ik heb eigenlijk wel een full face helm. Full face. You can steer it away. You can make a jump with it? Just make like this. Daniel, Daniel. Nou, daar gaan we. We hebben uitgelegd gekregen dat we altijd onze voeten hierop moeten houden. Oké, daar gaan de drie wielers met de liftjes omhoog. Ik ben echt benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik heb dit nog nooit gedaan met zo'n driewieler. Op deze manier worden de driewielers eraan vastgeklikt. Hoppa. Nou, gaan wij met z'n tweetjes omhoog. Ik denk serieus dat dit zo ongelooflijk hard gaat. Dat denk ik echt. Ga zo hard als je wil natuurlijk. Ik vond het zo gek om te horen dat je rechter rem voor je rechterband en je linker rem voor je linkerband. Papa. Dank je. Hoi. Oh, lekker kussentje. Ja, dat kussentje hebben ze gedaan, anders krijgen we een natte reet. Kan die naar beneden? Ja. Hoppa. En kijk al die koeien weer lekker gras hier, ja, die zo. Die kleintjes zijn zo schattig. Ja, die kalfjes. Hoi, kijk ze dan. Ja, die is heel klein. Die is echt heel klein. Maar zo bizar dat we gewoon aan het mountainbiken waren, gewoon tussen de koeien door. Dat is toch bizar. Dat is echt heel vet. Oh, die gaat door zijn voorpoot. Ah, oh, nee, die gaat liggen. Even lekker chillen. Ik snap het helemaal makker. Even lekker chillen. Maar die grazen wat af, hè, deze beesten. Het gaat gewoon de hele dag door. Ongelooflijk. Hey, dikke Willy. Hey! Hey, dit wordt wat, dames en heren. Even kijken, waar is die van mij? Hey, waar ga je dan naar beneden? Hier is die van mij, kijk. Dit wordt super lijp. Ik heb hier een mount op zitten. Dus jullie kunnen goed zien waar ik helemaal precies heen ga rijden. Ja, gewoon naar beneden. En ik ga de rest maar weer eens even volgen. Dus ik ga achteraan en dan gaan we wel zien hoe dit gaat. Oké, okay, let's go, Thijs. Let's go, papi. We're bumping out here, man. I'll try your car. Daar gaan we, dames en heren. Let's go. Dit wordt zo sick.
Die Daniel rent alleen maar. Wojo. Kijk deze waterval. Wojo, check dit. Oh, Marjon en ik gaan zo hard. Niet normaal. Niet normaal. Hé, maar dit is wel heel vet hoor. Kijk dan. Woe. Ik heb vallen. Nee, wow. Oh my god. Injury. Hoe dat? Kennen jullie die eerste bocht met die stenen? Ja. Oh. Wow, ik vloog eruit, jongen. Wow. Ik vloog er helemaal uit. Nee, joh. Gaat ie? Niet te snel naar beneden. Ja, dit moet schoongemaakt worden. Ja. Zo snel mogelijk. No way. Hey, maar gast, jullie negeren ook gewoon die bordjes langzaam. Ja, joh, we gaan full speed. Full speed. Ja, maar dat snap ik dus niet. Ik denk echt bij sommige bochten, als ik nou niet rem, dan flikker ik ook. Ja, maar je moet meesturen met je lichaam, met je kont. Ja, oké, dat deed ik op het einde wel. Maar dan rem je een beetje. Ja, pak een douche, maar ik wil weten hoe jullie sturen. Je gaat shirt aan doen, man. Je gaat zo hard dat je gewoon blaast dwars om een. We moeten achter Thijs gaan nu. We moeten Thijs in de gaten houden. Ja. Bro, relax. Bro, I don't feel pain. I'm alive! Hey, je kan ook gewoon even schoonspoelen in het beekje. Dit is toch schoonwater? Ja, dat is beter. Ja. Bergwater. Ja, dat kan. Oh, je hebt gewoon zijn vis in je mond gesmeerd. Weet je wat het mooie was? Thijs die zat naar mij te kijken. Die zat eerst gewoon te lachen van, goeie. Hey, ik ben maar aan het wassen. Hey. Dit is wel echt super nice. Myron die heeft heel veel ervaring met fietsen, mountainbiken, skileren. Dus ook valpartijen. Aangezien Myron op hoog niveau heeft geschaatst, moest ze altijd hardcore trainen. Ging wel eens fout. Dus Myron die heeft echt heel veel van dit soort wonden gehad. Dus Myron die is Thijs even aan het helpen om alles goed te boenen, schoon te maken. Want dat is wel echt heel erg belangrijk bij zo'n wond. Anders gaat het ontsteken. Dat wil je echt niet hebben. Are you ready man? Let's go! Next round! Thijs is ook een man hè. Is er iets wat ik wel kan? Ja joh, gewoon gezellig meedoen, dat doe je.
Oké, okay, dames en heren, mooi bochtje, beetje schuin. Ik hoop dat ik het overleef. Doei. Dit gaat niet normaal gek, hè? Dit gaat echt nog fout. Oh my god, ik ga zo hard. Zo helemaal schuin zo. Ja, geniaal. Ziek. Ik ga ook soms even mijn bandje omhoog, hoor. Ik vind het serieus nog leuker dan die fietsen. Dan downhill mountainbiken? Ja. Nee, ik niet. Leuker. Ja, ik vind, ja, ik weet niet. Ja, ik kom down. Dit is makkelijker. Ja. Ik weet niet, gewoon even anders. Gewoon even, ja. Dit is zo sick, echt. Ja. We gaan nog een keer naar boven. Oké, okay, we zijn even terug in de shop. Thijs die krijgt even wat pleisters en dingetjes voor zijn wond. Be safe, kid. Be safe. Gaat helemaal goed komen dit. Yes. We're almost there. Together forever. Wow, wow. Hey! Nice! Daar gaan we weer hoor, dames en heren. Let's go! En besef, hij is net keihard gevallen. We gaan er gewoon weer voor. Bopping man, let's go baby. Ben je er klaar voor? Ja, man. Ja, ik ben er klaar voor volgens mij. Oké, okay, ik ga even een rondje doen. Ja, als ik niet meer druk ben, dan lig ik weer op de grond. Oké, okay, tot zo. Nee. Time for the kitchen. Let's go. Moeten we weer op hem wachten, hetzelfde als gisteren. Blijf lekker, jij blijft lekker. Ja, die taxi, ja, die dat taxi. Is wel een dingetje. Ja. Hé, hey, maar dit wordt lijp of niet, bro? Dit wordt lijp, man. Dit wordt echt maar super. Maar denk je nou, als je valt, val dan rechts, oké? Okay? Ja, maar ik zit dan ook... Ja, maar ik zit ook te... ik heb daar iets mee, man. Mijn symmetrie, ik moet dat hebben. Ik vind het ook gewoon kut dat ik dan één arm heb. Dus nu ga je vallen op rechts? Nu ga ik voor rechts, ja. Nee, maar ik ga net zo. Oh, dit wordt zo lachen, hè. Dit wordt zo lachen. Ik ga hier zo van genieten. En aangezien Thijs net is gevallen, we hopen van niet, laten we eerlijk zijn. Zullen we kijken of mijn bloed daar nog ligt? Ik zal daar serieus wel zeggen de bocht waar het is. Ja, ik weet waar het gebeurd is. Ja? De eerste bocht waar die steentjes waren. Ze mij weet precies. Echt heftig. Maar wij schrokken daar ook van hoor. Enzo en ik gingen daar ook echt gek mee. Enzo net op het einde zo. Ik hield echt mijn hart vast voor jou man. Ik denk, wat doe je toch allemaal? En die baan was ook super glad, dus je ging echt zo al die kanten op. Ja, maar je moet gewoon geen angst hebben. En jij daar zo 5 seconden achter. Nog niet eens. 1 seconde, halve milliseconde. Remmen is angst. Je hoeft eigenlijk helemaal niet te remmen. Gang is alles. Oké, okay, let's go. Oké, let's go. Jongens, ik zal even laten zien dat ik het erin op kan. Let's go. Data rate was over till I pull up in the drop. Ow. Me, myself. Oh my god. Oh my god, here we go. For fuck's sake, I almost fell. And all the people, here we go. Okay, here we go, party people! Let's go! Oh my god! Oh my god! Nee, nee, nee!
Ah, ah, shit. Ah, 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 shit. Nee. Gaat het, gast? Bro, oh. Gaat het? Het gaat wel. Het maakt wel een backflip. Het gaat wel, maar oh, ik weet niet wat ik doe, man. Ik kom in de bocht en ik denk... Je draait niet je hond en dan ging ik niet meer. Maar, bro, maar jullie gaan zo op de bocht. En ik denk ervan, wow, ik ga veel fout doen. Was dit dezelfde bocht? Dit was dezelfde bocht niet. Het is gewoon heel lichtjes aan, man. Oh my god, vloog. Gast, ik ja, op de GoPro en vol en de slow-mo. Voor stond daar dan op? Ja, op slow-mo. Ah, mijn pols weer. Let op, dit kan niet. Let op wat ik nu ga doen. Hoe kunnen hier steentjes zitten? Hey, ben je, maar even serieus, ben je oprecht gevallen? Oh nee. Man. Schaafje. Oh, dat is hele rug gek. Erg? Waarschijnlijk hier. Nee, dit is even kut, maar ik wil even eerst weten. Ja? Hoe doen jullie die bocht? Want die... Okay, zal ik laten zien? Ik meen het serieus, ik wil het echt weten. Oké, zal ik laten zien? Ja. Met hem ineens zo. Naar buiten zie en dan ga je naar binnen. Walk it off. Gaat het? En ze ging even laten zien hoe het moest. Bro, ik ben helemaal klaar met die karten, man. Ik ga naar huis, heel dit op mijn kant. Gaat die gast? Ja. Walk it off, man. Gaat het? Ja, die bocht was te kort. Maar ik merk het ook, die bocht is te kort, man. Daar moest ze echt iets aan doen. Hé, hey, ik voelde het net nog wel, hè, die 2 meter naar beneden. Ja. Het enige wat ik dacht was, schrikdraad. Ja. Fucking. Wat hard. Ik weet niet of je dat wil zien, man. Het ziet er zo dom uit in slow-mo. Kom, nog één keer. Oh mijn god, dit is zo droog. Dit is echt niet normaal. Iedereen is zo heel stoer. Kijk zo hoog. Maar weet je, ik denk dat het komt omdat je inderdaad vol de remmen doet en stuurt. En dan ga je dus omdraaien. Ja. Bij wie zou ik de camera nu erop doen? Steeds bij Thijs, alsjeblieft. Kom maar, we gaan weg. Party people, here we go. Little mistake, we know what happens. Ik bedoel, Max doet het ook, hey, ik kan het ook doen. Je weet dat ik Nederlandse kijkers heb. Hè? Ja, maar sorry jongens, maar als die zenuwen komen... Dan begin je Engels te praten. Nee, ik heb geen angst. We kunnen weer, ik ga vanaf nu Nederlands praten, ja. Oké. Okay. Okay, feestvrienden, hier gaan we. Feestvrienden, hier gaan we weer. Goed. Zo moeilijk is het eigenlijk helemaal niet. Je moet gewoon een beetje sturen. En hopen dat het goed gaat. Ik ging echt bijna. Oh my god. Ik zag de grond al. Dit is niet normaal. En hier, ja, hier ga ik toch echt mijn gas inhouden. Want ja, hier ben ik dus, hier ben ik dus helemaal verkeerd hier. Dus ja, kijk, nu ben ik er weer. Kijk, dit is de plek, wow. Dit is de plek waar ik was gevallen. Kijk, daar zijn we nu. Dus.
best wel spannend om hier weer te zijn, maar ja, we zijn er. Ja, hier ben ik op mijn bek gegaan, man. Oké, feestvrienden, daar gaan we. Woe! Zijn we hyped? Da-da-da-da-da-da-da-da! Let's go! Zieke bocht. Ik maakte een gekke bocht, kwam op het gras en toen sprong ik weer de weg. Dit was niet normaal. Dit gaat zo ongelooflijk hard. Ja. Het is zo met grind, dan kan je zeg maar niet echt op twee wielen heel goed. Je kan ook niet echt bochtjes maken omdat je heel erg aan het glijden bent. Je wordt echt die bocht uitgeduwd zo. Maar als je grind hebt, met grind kan je echt, heb je super veel grip. Dat is zo sick. Oké, daar gaan we! Gaat goed. Ik wilde de bocht helemaal afmaken met twee wielen. Hij was te snel. Hij was te scherp. Te scherp. Jij zei nog, ik ga een scherpe bocht zoeken, maar dit was wel heel scherp. Ja, oké. Okay. Iets minder scherp. Ja, ietsjes minder. Feestvrienden! Daar gaan we! Woo! Party people! Let's go! Woohoo! Party people! Oh my god, bro, ik heb de hele stuk op twee wielen gedaan. Let's go! Helemaal niks meer, man. Bro, dat was zo sick. Dat was een glitch in mijn gedachten, man. Ik snapte niet wat ik zag. Ik heb die hele fucking berg... Of nou, niet de hele fucking, dat moet ik niet overdrijven. Maar ik heb serieus van daar tot hier heb ik gewoon twee wielen gedaan. Dat was niet normaal sick. Sick, man. Dat was niet normaal. Ik zag Noël de hele tijd achterom kijken van, is hij nog steeds bezig? Huh? Ja, dat hele stuk, hij kon het niet filmen, dat was te weg. Niet normaal. Oké, dames en heren, daar gaan we weer. En we gaan weer lekker eventjes op twee wielen. En kijk trouwens naar het uitzicht hier. Oi, oi, oi. Blijft echt beautiful. Oh, shit. Oh my god. Oh my god! Oh my god!
zit er ook nog op. Holy shit. Ik kwam bijna tegen het hek. Holy shit. Dit was heftig. Ik vind het zo sick, echt serieus zo sick, dat als je je rechterrem doet, dat je rechterband gewoon skup, gaat slippen. En je linker, dat is echt super chill. Als jullie serieus trouwens, want jullie zagen dat net, dat ik daar naar beneden ging, maar dan vanaf de voorkant, want ik had de camera niet op mij gericht, maar naar voren. Maar als je wil zien hoe ik gewoon serieus daar, dat stukje gewoon naar beneden ging, dan moet je even naar mijn Instagram gaan. Ja! Op mijn Instagram zet ik namelijk vaker gewoon dingetjes die ik al zeg maar echt de dag zelf film. Zoals jullie weten, mijn vlogs lopen een paar dagen achter, expres. En ja, dan zie je op mijn Instagram zie je altijd een beetje sneak peeks. Dan zie je alvast wat dingetjes die ik aan het doen ben. Geen emoties, zei Thijs, geen emoties. Yes, dat was zo sick. Dat was zo sick. Wat ik nu namelijk ga doen is, ik ga het mountainbike pad nemen, die houten planken. Niet bedoeld voor deze fiets, maar wel leuk. Denk ik. Kom ik! Dat wil ik eigenlijk nog een keer doen, maar dan iets harder. Hey! Lekker hoor. Gaas. Ik ga Daniel laten zien. Oh my god. Oké, dames en heren, we zijn terug. Je hoort nu de koeien bellen al helemaal. Zo, kijk hoe gespierd die is. Hé, die. Ja, dat is die stier. Man, is ripped. Dat was de enige bol die hier was. Echt? Man, ja, zo, die is echt super gespierd, die daar. Niet normaal. Oh, die hond is heel mooi, border collie. Zo, heel ziek. Ja, hij heeft een neusring, ja. Zo, je hebt ook een ring, die toch? Is heel ziek. Ja. Oké, die driewieler, hey, dat wil ik zo graag nog een keer doen. Dat was echt niet normaal vet. Maar hey, driewieler was bij mij eigenlijk een beetje tweewieler. Oh wauw. Bij mij was geen wieler, maar ja. Whatever. Myron die is even lekker aan het slapen. Thijs is aan het werk op de laptop. Noah en ik hebben net even boodschapjes gedaan. We hebben er even voor gezorgd dat we in ieder geval bijna de hele week wat lekkers hebben qua drinken en qua smikkelen. We hebben allemaal voor iedereen even chocolade eitje meegenomen. Daniel die is ook aan het chillen op bed volgens mij. We gaan even een potje pesten. Het is het meest simpele wat er is. Het is gewoon leuk om even te doen. En dan, voordat je het weet, is het al avondeten. Ja, de tijd gaat zo snel. Het is echt ongelooflijk. Ja, over 10 minuutjes gaan we al bij avondeten. Maar wauw, het was dit vet, hé. Ik ben nog steeds een beetje aan het nakomen. Wacht, ik bedoel, ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen. A few moments later. Wat vind jij ervan? Ja. Echt lekker. Wil je honger meer of? Gewoon eten, bro. Als je nu hoeft, dan eet ik het wel op. Word je misselijk van die geur? Of hoe zit het? Niet te snel eten, hè? Ja. Het ziet er wel echt lekker uit. Nee, jongen, ik eet al een stressje wel op. Maar jij meent het, dat is lekker.
De eten is er. Ja. Zo, César salad. Ook voor deze meneer. Yo, welcome back, brother. Ja, ik was zo moe in één keer. Ben Steiger. Ja, we inkakken, ja. Inkakken. Nee, voor hem. Dat wel? Oh, oké. Okay. Erin steek pommes. Lekker eten. Ja, lekker, hè? Voorzichtig, ik doe pommer. Eh? Oh, ja, hè? Zit er ook in? Kom maar. Oké. Okay, kijk even naar rechts. Doe even een alvast een gilletje. Go. Ah, oh, oei, oei, oei. Het is mooi dicht. Ja, ziet er goed uit. Lijkt een beetje op die sorbetijs die je daar krijgt. Met aardbeienzaus. Nee, maar dat ziet er toch wel een beetje vreemd uit. Schijnt het goed als je er even overheen plast. Ja, nee, hij heeft al een beetje gat bij mij. Ja, daarom is het niet dicht. Eerst vond jij het grappig en daarna dacht jij van, oeh shit, wat is je aan het doen? Ik heb helemaal een tandenstok en dan ben je de restjes eruit plukken. Oh, ja, dat is niet fijn hoor. Ja, moet hè. Ja, moet. Nee, maar goed, ja, moet even herstellen. Even kijken hoe je vet slaapt. En laat je rug eens zien trouwens. Ik hou hem echt niet hoor, ik heb hem niet op. Ja, het moet wel echt goed schoongemaakt worden. Dat is wel echt één ding wat zeker is. Jouw huid is ook gewoon echt weg. Zwemmen of douchen? Ja, het was echt schoon hoor. Zwemmen of douchen hoor ik. Was je helemaal schoon? Ja, was het opgedroogd bloed. Ja, ja, het was echt schoon. Het was echt schoon. Oké, maar wil je eens je rug laten zien? Mijn val. Loop breed staan, man. Oh, hij heeft trofa-onderbroek aan. Hey bro, hey. Is die rug ook erg? Oh, daar heb ik niet naar gekeken. We zijn lekker aan het smikkelen en toetje komt eraan. Dames en heren, we gaan... Zo, we gaan pingpongen. En daar heb ik super veel zin in. Pingpong! Dat is echt lachen. Oh, Thijs! Ik ben het. Ik doe het wel. Ja, ik heb een superleuke dag gehad. Ik heb enorm genoten. Hopelijk jullie ook. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol, power!